Wow! Hey lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Of eigenlijk deze extra video. Want ik was gisteren naar de Action gegaan en natuurlijk is dit de schade. En geloof mij, het past er echt net in. De hele tas is al uitgescheurd, helemaal gedoe. Dus het leek mij heel erg leuk om deze video op te nemen en aan jullie te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb vooral veel dingen gekocht wat ik wel echt nodig had. En ook eigenlijk heel veel troep wat ik niet nodig had. Action, dat is echt de power van Action. Ik heb hier ook een bonnetje, dus ik kan alle prijzen opzoeken. In totaal was ik maar 17 euro kwijt. Like, 17 euro is echt mega weinig voor wat ik allemaal heb gehad. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ben jij nou benieuwd? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Mijn Instagram kun je ook volgen. Dat is @floordelver. En het standaard regeltje is nou wel klaar. We gaan gewoon beginnen met de video. Goed, laat ik beginnen met iets heel saais eigenlijk. Dat is namelijk dit fotolijstje. En ik hoop dat die niet te veel weerspiegelt. Maar dit is echt gewoon, dit heb ik nodig. Dit had ik nodig, want ik had altijd een zwarte met een foto van Laurens erin. Maar ik hou dus heel erg van, ik wou eigenlijk mijn interieur veranderen. Oké, laten we het hele verhaal vertellen. Ik wou het liefst nu mijn interieur veranderen, want ik heb nu wit en hout vooral en licht roze. Maar ik wil het heel graag zwart met goud en oud roze. Maar ik vind het zonde om dat helemaal nu te veranderen, aangezien ik ooit alleen ga wonen. En dat vind ik gewoon zonde, ja. Een lekker verhaal, lekker lang ook. Daardoor heb ik een wit lijstje gekocht, want ik had dus een zwart lijstje met de foto van Laurens, maar dat past niet in mijn interieur. Alles is wit. Dus ik dacht, ik moet een wit lijstje hebben. Dus ja, hoe lang je wel niet over één product kan praten. Dit was, even kijken. Dit fotolijstje was 99 cent. Toen had ik nog iets anders nodig. Ik had namelijk ook nog make-up doekjes nodig. Dus ik heb deze Coconut Care Facial Wipes gezichtsreinigingsdoekjes gekocht. Ik heb geen idee of ze fijn zijn. Mijne waren gewoon op. Ik had de laatste paar bij de Zeeman gekocht volgens mij. Die vind ik best wel chill. Maar ik dacht, ik haal alvast weer wat bij. Dus deze kookmand, die had ik gewoon nodig. Deze was 80 cent. Dus top. Oeh, lekker. Nou, zoals ik net al zei, wilde ik misschien mijn kamer een beetje goud, een beetje decoreren. Misschien wat poten van iets goud spuiten op, whatever. Ik heb gewoon deze spuit spray paint gekocht. Geen idee of die mooi is. Hij is dus echt goud. En ja, ik dacht ik kan het altijd testen of een fotolijstje of iets anders vets gewoon goud spuiten. Misschien komt het van pas. En ja, dit was 2,19 euro. Oké, lekker Floor. Nou, toen kwamen we ook nog bij de beauty afdeling. En daar moet ik ook altijd even kijken. En zo, die maskers die moet ik ook altijd hebben. En ik vond deze Glitter Glow masker. Dit is een peel-off masker. En die geeft een glamour boost. Maar ja, Glitter Glow masker. Dat moet ik hebben. Dus deze heb ik gehad. Ik ben benieuwd. Volgens mij kun je hier twee keer mee. Ja, twee maskers. Helemaal top. Ik ga het gauw testen. Ik hoop dat ik helemaal onder de glitter kom. Vind ik helemaal top. En deze was, even kijken, gezichtsmasker. Nee, was niet deze. Ja, Dr. Van der Hoog. Oh, hij is van Dr. Van der Hoog. Dat wist ik eigenlijk niet. Deze was 99 cent. Voor twee maskers. Nou, en toen had ik nog iets nodig voor mijn spiegels. Want mijn spiegels die worden heel erg gauw, ja, stoffig en vies. Toen vond ik dit spul. De Glass and Window Cleaner. En ja, ik dacht dit heb ik nodig. Hier kan ik alles mee schoonmaken. Maar dat is echt zo. Ik heb heel gauw vlekken of zo op mijn spiegel. En ik ben benieuwd of ik dat met dit spreetje gewoon goed kan schoonmaken. Ik zal het zo even testen. En deze ruikt naar Japanese Mint. Dus ik ben heel erg benieuwd. Je had ze in drie verschillende kleuren. Je had deze, je had een roze en nog eentje. Maar dat was dan een allesreiniger en weet ik dan wel. Dus ik had wel echt deze nodig. Dus deze heb ik gekocht. En ik ben benieuwd of ik hier wat aan ga hebben. Deze was 1,27 euro. Toen heb ik nog iets heel saais gekocht. Namelijk een achterlamp. Want mijn moeder had laatst een achterlamp voor me gekocht. Precies deze. En die is nu alweer op of zo. Ik denk dat die een keer per ongeluk aan is gebleven. Geen idee.
Maar mijn achterarm is al heel lang stuk, zeg maar. Dus ik moest altijd weer zo'n los ding kopen. Maar goed, er zitten ook twee batterijen bij. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien. Dus dat is echt perfect. En dit kun je zo klikken aan iets van je fiets. Dus dat vind ik helemaal fijn. Dus ik ben weer veilig in het verkeer. Ik vind dat echt heel vervelend als ik geen lamp heb. Want dan denk ik echt dat ik word overreden. Het is echt niet fijn. Vooral donker in de winterdagen. Dus ik heb er weer één. En deze was, dit was, had ik dus ook echt nodig. €2,49. Dus €2,50 voor een achterlamp. Nou ja, ik had het eigenlijk helemaal niet per se nodig. Maar ik dacht, oh handig. Deze kleine borstel. En deze is wit. En gewoon een borstel. Ja, wat kan ik erover zeggen? Hij is niet heel groot of zo, maar dat wilde ik juist hebben voor in mijn schooltas. Hij borstelt wel prima. Ik vind het helemaal mooi. Ik dacht, dit heb ik nodig in mijn leven voor in mijn schooltas. Dus deze heb ik gekocht. Volgens mij was deze ook echt rete goedkoop. 99 cent. Dus. En ja, toen kwam ik langs de prullenbakken en zag ik... Oeh, even dicht doen. Oké, volgens mij was dit een beetje miskoop, want hij gaat niet echt lekker dicht. Oh nee, toch. Ja, oké, niet meer aankomen. Hij is dicht. Een wit prullenbakje. Maar dit leek me echt oprecht handig. Nou, hier heb je gewoon zo'n ding. Kun je je shit in gooien. Er zit een haar aan. Lekker. En of course, wit. Mijn kamer. Je snapt het verhaal. Dit wil ik bij mijn, wat je hier zo ziet, mijn make-up vanity, mijn make-up stash. Wil ik dat onder mijn bureau, of hoe je dat ook noemt, mijn make-up ding. Neerleggen zodat ik daar mijn, hoe heet dat, make-up doekjes en ander vel van make-up in kan gooien. Ik weet niet, leek me gewoon handig, kan ik het gewoon gelijk eronder gooien. Ik heb gewoon twee prullenbakjes, dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Er zit een soort rieten patroon in, is natuurlijk niet echt. Het is plastic, afval en muur. 84 cent. Dat is toch top? Toen zag ik weer bij de maskers wat, namelijk deze Skin Essentials Peel-Off Masker. Oké, volgens mij doet hij het weer. Mijn kaart was vol, dus ik heb even wat dingen verwijderd. Maar in ieder geval, masker en ik kom echt niet op de naam. Oh ja, Houtskool, dat was het. Verwijder dode huidcellen en overtollig talc. Ik had dit gewoon denk ik nodig. Leek me wel leuk. Gewoon lekker zwart. Even één keer in de zoveel tijd moet je gewoon even dit soort dingen doen. En dit is precies wat ik straks ga doen. Een masker op. Dus deze, het zijn er twee. En deze was waarschijnlijk ook weer spotgoedkoop. Peel-off masker, 69 cent voor twee maskers. Dus... deze heb ik uiteraard meegenomen en je kan nooit genoeg maskers hebben. Ik heb echt mijn hele bakje vol. Ik hou ervan. Oké, dit is echt heel erg. Zoals ik net zei, je kan nooit genoeg maskers hebben. Dus ik heb nog een masker gekocht. Een mudmasker, een moddermasker. En dit is echt heel fijn, want ja, deze zakjes zijn voor één keer bruikbaar. Zeg maar één zo'n zakje en dan is het op. Tenminste, je kan het niet goed bewaren. En zulke dingen kun je gewoon heel fijn bewaren, want het zit gewoon al in een pot of in een... super heb je ze ook. Dus ik heb deze van Onyx Mud Mask Dead Sea Minerals gekocht. Ik ga hem gelijk even openmaken. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet. Oh my gosh. Oeh, het ruikt lekker joh. Nou ja, niet lekker, maar wel echt dat je weet dat het goed zijn werk gaat doen. Heerlijk. Dus deze modder masker. Deze was €2,49, oftewel €2,50. En dan heb je echt een hele pot vol met modder masker voor je huid. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste ding. En dat is deze droogshampoo. Ik ben heel benieuwd of die fijn is. Ja, ik had het nodig. Ik zag het staan. Ik dacht, ja, dat van mij. Want mijne van André Lon, die was op. Dus ik ben benieuwd of deze van de Action ook fijn is. Geen idee. De Batiste Instant Hair Refresh 2-in-1. Er zit namelijk droogshampoo en conditioner bij. En toen dacht ik, oeh, conditioner spuit in je haar. Trouwens, als je geboren zo hoort, sorry daarvoor. Ze zijn echt overal hier aan boren en zo. Ze waren net gestopt, mega irritant. En nu begint het weer. Maar goed, deze droogshampoo. Ik heb geen idee of die fijn is. We gaan het meemaken. Hij ruikt in ieder geval heel erg lekker, fris. Ja, echt super, super lekker. Echt gewoon fris en zomers. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat die fijn te werk gaat. Ik kan het anders ook wel gelijk even testen. Hè? Wow! Oh, daar schrok ik heel erg van. Wow, dat was heel lomp. Ja, ik heb nu ook totaal geen droog haar of zo. Of droog haar. Vet haar. Dus ik kan het nog niet zo goed testen, maar normaal vind ik het wel wat stroever al gelijk aanvoelen, maar deze vind ik dan niet. Ik vind het juist zachter aanvoelen, misschien door die conditioner. Dus ik kan het eigenlijk niet zo goed testen, want ik heb geen vet haar of zo nu. Maar hij ruikt wel echt mega lekker. Dus hier kom ik nog
op terug. Mocht jij benieuwd zijn, moet je even mijn weekvlogs checken. Dan ga ik dit een keer goed testen als ik echt vet haar heb. Maar voor nu vind ik het heel lekker ruiken en geen idee of het zijn werk doet. Maar soms is het ook wel lekker om gewoon een geur van je haar te hebben. Nou, dit was alweer de Action Shop vlog. Volgens mij, voor mijn gevoel was ik echt zo klaar. Maar ja, ik had wel wat spulletjes gekocht, maar ook niet dat ik denk zo mega filmen. Dit was de showblog. Ik hoop dat je het leuk vond als extra video. Abonneer zeker even op mijn kanaal. Er komt aankomende zondag weer een nieuwe weekvlog online. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot zondag. Doei doei!